En misschien denk je wel in eerste instantie, hé, is dit geen eikenprocessierups? Maar nee, dit zijn heideringelrupsen, hartstikke zeldzaam. En die heideringelrupsen, ja, die vertonen wel een beetje raar gedrag. Want ze maken hele pulserende bewegingen, een soort spastisch heen en weer gaan. En dat doen ze niet zomaar, dat doen ze omdat ze niet willen opgegeten worden door de sluipwesp. Maar dat heen en weer gaan is niet de enige tactiek om zich te beschermen. Die rups zit namelijk vol met haren. En die haren beschermen ze weer tegen predatie van vogels. Maar hoe langer ik naar deze rups kijk, hoe fascinerender ze zijn. Als je de details van de natuur wil vastleggen, gebruik je gewoon een macrolens. Deze kleine rupsen met al die haren, ja, die zien er door deze lens uit als punkers.